Morgen dan is het tijd voor de jaarlijkse Mars voor het Leven. Honderden mensen lopen deze mars door Den Haag om aandacht te vragen voor de bescherming van ongeboren kinderen. Aan de telefoon Arthur Adeliste, directeur van Schreeuw om Leven. Zij organiseren deze mars. Goedenavond, meneer Adeliste. Goedenavond. Ja, waarom is het belangrijk dat de Mars voor het Leven jaarlijks wordt gehouden? Zolang er abortussen plaatsvinden, dan moeten we laten horen dat we opkomen voor het ongeboren leven, dat recht op leven heeft. Daar komt het echt op neer. En dat werd mij vanmorgen nog eens duidelijk. Ik zat in een talkshow van de Hogeschool van Journalistiek in Utrecht. En een van de gespreksonderwerpen was onder meer het WK, hè, voetbal. En iemand die net uitgebreid zich druk had gemaakt over, nou, wie gaat nu wel en niet mee naar het WK voor Nederland. Die stelde mij toen de vraag, waarom maak je nou eigenlijk zo druk voor het ongeboren leven? Die is bij mij wel een beetje blijven hangen. Even, ja, zolang die vraag gesteld wordt, zolang moeten wij laten horen dat het ongeboren leven vanaf het allereerste begin beschermwaardig is. En wat verwacht u dan van de opkomst morgen? Nou, die vond ik eerlijk gezegd best wel spannend. Hè. Na 2 jaar met de coronamaatregelen was 2 jaar geleden er nauwelijks een mars. Alleen een uitzending. Vorig jaar waren we met begrensd op een maximum van 500 deelnemers. Ja, nu is het weer helemaal open. Ja, ik hoop en reken toch eigenlijk wel op zo'n 10.000 man. Ik hoor heel veel enthousiaste verhalen van mensen die graag aansluiten. Er zijn plaatsen, daar komen bussen vol vandaan. En van de week hoorde ik nog een paar verhalen van, nou, we hebben 1 bus, die zit ruim vol, we gaan voor de 2e. Ja, dat zijn wat mij betreft hele hoopvolle signalen. En daar ben ik ook echt dankbaar voor. Want hoe meer mensen we zijn, hoe krachtiger onze boodschap gaat zijn in Den Haag morgen. Ja. Het is ook de 30ste keer dat de mars wordt gehouden. Wat heeft u de afgelopen 30 jaar weten te bereiken? Ja, het is goed om bescheiden te zijn. Maar als u daarnaar vraagt, kijk, 30 jaar geleden begon bij Doornbos met zo'n 20, 30 man op het Spui in Amsterdam. Een aantal jaar geleden waren er met zo'n 14.000 mensen op het Malieveld. Dus de Mars voor het Leven is eigenlijk een middel geworden voor veel mensen in de achterban om hun stem te laten horen voor het ongeboren leven. Alleen om dat te bereiken is dat heel mooi. Ik krijg echt veel media-aandacht ook, onder meer van NOS. Nou, dus het is echt een middel geworden om op te komen voor het ongeboren leven. Om te laten horen van, er is meer dan alleen die vrouwenrechten en de emancipatie. Recht op abortus gaat natuurlijk over. Nou, wij willen echt stem geven aan het ongeboren leven. Het heeft recht op leven. En media-aandacht genereert dan ook tegendemonstraties. Wat verwacht u daarvan vanmorgen? Ja, er is op dit moment een tweetal tegendemonstraties aangemeld bij de politie. Die zijn ergens gestationeerd langs de route die we gaan lopen. Ja, en voor de rest hoe groot en de aard ervan, ja, dat weten we niet. Dat moeten we rustig afwachten. Okay, maakt u zich er zorgen om? Nee, om verschillende dingen niet. Kijk, de politie die zegt van, nou, tegendemonstratie betekent dat we wat verhoogde inzet hebben. Maar we lopen over natuurlijk ook een stille tocht. Dus dat is heel vreedzaam. Wij dragen onze boodschap uit. Wij geloven ook dat staan voor het leven ook een boodschap van Gods wegen is. Hij zal morgen ook voor ons zorgen. Tot slot, blijft u de komende 30 jaar deze mars nog organiseren? Zolang Christus nog niet voor de 2e keer is gekomen, dan denk ik dat het nodig is. Abortus en onbedoelde zwangerschap horen bij de gebrokenheid van de wereld waar we in leven. Zolang dat er is, dan zullen we onze boodschap moeten verkondigen. Niet alleen onze boodschap, ook onze hulp moeten blijven verlenen bij vrouwen en meisjes die onbedoeld zwanger zijn geraakt. Dank voor uw toelichting, Arthur Adeliste van Schreeuw om Leven. En heel veel succes morgen. Graag gedaan, dank u wel. Terug naar Christoffer hier in de studio. Ja, u bent er morgen ook bij. Zeker. Wat zijn uw verwachtingen? Nou, ik hoop inderdaad dat die verwachting die Arthur uitsprak, dat er opnieuw duizenden mensen zullen zijn, dat die er inderdaad zijn. En ik hoop dat we met elkaar een boodschap van hoop neer kunnen zetten. Dat niet de dood overwint, dat niet abortus dat altijd blijft. Maar dat ik vond het mooi dat Arthur wees op die 2e wederkomst van Jezus. Kijk, ik denk dat daar het perspectief ligt. Hij is het leven. En
Nou, die boodschap gaan we morgen uitdragen. En ik hoop dat dat weer een klein stukje hoop mag geven voor mensen die misschien in de knel zitten, vrouwen en meisjes die overwegen zo'n abortus te ondergaan. Dat uiteindelijk die 30.000 vrouwen denken van, het is niet meer nodig. Ik kan het kind ook gewoon laten komen. Dat is eigenlijk mijn hoop. Dat zal morgen niet allemaal gebeuren. Maar als er een klein zetje mag zijn, zou ik het prachtig vinden. Ja, vanuit de politiek zet u zich voor de SGP natuurlijk ook in om het ongeboren leven te blijven beschermen. Ja. Is dat nog wel mogelijk binnen de politiek? Kijk, je hebt alle vrijheid in de politiek om te zeggen en te doen wat je wilt. Maar dit was natuurlijk wel een heel teleurstellend jaar. Kijk, 40 jaar geleden is de abortuswetgeving in Nederland hier gekomen. In die 40 jaar is er nooit iets op aangepast. En dit jaar is voor het eerst zijn er twee aanpassingen geweest. Eén, de beraadtermijn eraf. Hè, dat als je kiest voor een abortus, moet je daar op zijn minst 5 dagen over nadenken. Dat is weg uit de wet. En je kunt nu ook bij de huisarts een abortuspil halen. Dus als je politiek kijkt, wettelijk kijkt, denk je, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar, ik hoop en bid dat het de andere kant, zeker niet, wat mij betreft niet. Wij blijven daarvoor strijden. En het ligt niet in onze handen. We leggen het in Gods handen. En daar ligt het best. Ja, tegelijkertijd pleit D66 ervoor om abortus als mensenrecht aan te nemen. Ja. Hoe kijkt u naar zo'n ontwikkeling? Nou, ik vond het mooi dat mijn collega Rolf Bisschop, die appte mij gisteren, zegt, Chris, ik denk dat ze een beetje bang aan het worden zijn. En ik denk dat dat misschien wel is. Kijk, op het moment dat het spannend wordt, dan komen de stuiptrekkingen. Je ziet natuurlijk in andere landen in deze wereld dat eigenlijk de abortuswetgeving wordt aangescherpt. En oh, wat zijn ze bang dat dat misschien ook hier het geval gaat worden. En het lijkt de andere kant op te gaan, maar ik heb er alle hoop op dat het ooit ook hier de goede kant op gaat. Is dat ook het onderwerp waar u morgen over spreekt? Ja, in die lijn hoop ik te spreken. Van dat niet de dood overwint, maar dat Jezus die het leven geeft ook dit met minder dan een vingerknip kan veranderen.